welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik ben net wakker, het is 10 uur. Ik had mijn wekker om 7:15 gezet. En ik heb mijn wekker verplaatst naar 9:30 om een of andere reden. Ik was zo moe. En aangezien dat ik pas om 2 uur ergens moet zijn, dacht ik, het kan. Ik doe het. Dus nu is het 10 uur eer ik uit mijn bed ben. Ik ga heel snel hier thuis even op mijn lege maag een workout doen. Niet te veel, gewoon een klein beetje Tabata denk ik. Tabata is 20 seconden intensief iets doen. Een soort van HIIT workout, dus jumping jacks of zo. En 10 seconden rust, 20 seconden iets doen, 10 seconden rust. Dat doe ik het liefst om mijn lichaam zo aan de gang te krijgen. En de blood pumping, hè? Dus dat ga ik doen. Dan ga ik me douchen. Dan ga ik ontbijten. Dus of eerst ontbijten en dan douchen. Ik weet het nog niet, hangt er vanaf hoeveel honger ik heb. Echt heel moe trouwens. Maar oké, we gaan het doen. En ik ga stukjes filmen. Trouwens, als jullie ook graag Tabata workouts willen doen. Ik heb perfect muziek voor Tabata workouts. Wat ja, heel handig is natuurlijk. Als jullie naar mijn account gaan op Spotify. En ik noem gewoon Talisa Loup zoals mijn naam is op Spotify. En dan heb ik 3 Tabata playlists. Dus daar is echt de muziek dat je zo hoort van... Oké, ik moet 20 seconden iets doen. Oké, ik kan 10 seconden rusten. En een man die daarmee praat. En het is hippe muziek. Dus dat is wel tof. Dat is maar een kleine tip als jullie dat ook zouden willen doen. Oké, nu ga ik echt beginnen. Alrighty, amai. Ik ben al buiten adem. Dat was dus een Tabata workout. Heel goed om vet te verliezen. Ik weet dat ik geen vet per se moet verliezen. Maar ik wil wel het laatste vet op mijn buik kwijt. En als je vet kwijt ergens wilt, je weet, je kunt niet zeggen ik wil vet hier kwijt. Dus ik doe daar speciaal iets. Want vet gaat niet op één plaats zomaar weg. Dus daarom doe ik gewoon een kort Tabata stukje. Niet te veel. Want anders dan verlies ik te veel vet en dat wil ik niet. Nu ga ik nog een paar ass-oefeningen doen. En abs-oefeningen doen. En ik ben al aan het zweten. Hè. Alrighty, dat is eigenlijk de grootste delen wat ik doe. Dus 3 keren op Tabata muziek. Dus dat wil zeggen in totaal een kwartiertje, snel een kwartiertje home workout. Als je dit elke dag doet, zou super zijn. Ik doe dus ja, eerst een klein beetje HIIT, dan een beetje abs en dan een beetje voor de poep. Ik gebruik geen gewichten hiervoor. En nu, maar ja, dat hoeft niet, maar dat doe ik. Ik wil heel graag kunnen pompen. Dus ik doe nog zo'n oefening 10 keer om mijn schouders iets sterker te maken. En dan doe ik nog iets voor de buik. Maar dat ga ik nu laten zien. Oké, om te leren pompen, wat ik doe. Ik ga mijn benen zo laten zien. Ik kruis die en ik strek ze zo. Als jullie dat kunnen zien, dus ik leun op mijn Knieën, je mag niet doorhangen. Je moet goed recht blijven, dat je een plank bent. En dan handen niet te ver uit elkaar zetten. Goed boven je schouders hangen. En dan iets naar voren zetten. Dan probeert je dus, ik moet ook wel naar hier komen, anders ga ik tegen de kast botsen. En dan probeert je dus te pompen. Voor degenen die niet gewoon kunnen pompen, ik kan dat ook niet, want ik heb niet goed veel armkracht. Maar kijk, mijn rug blijft recht. Ik ga niet zo pompen, maar je moet je buikspieren opspannen. Zo. En dit vind ik al heel zwaar. Dus dat probeer ik 10 keer of zo te doen. Ik ben nu wel niet aan het tellen. Oké, dat is genoeg. Ik weet niet hoeveel ik er heb, maar ik voel het al. En dan, ik voel het al in mijn schouders. Wat nog een hele goede oefening is voor je armspieren en die ik heel vaak doe, is deze. Dan ga ik wel mijn geïmproviseerd matje eronder leggen, anders krijg ik pijn aan mijn armen. Dus je maakt gewoon een plank. Je ziet mijn, jullie zien me niet zo goed. Ik ga jullie wat naar achter proberen te zetten. Dan zien jullie het beter, denk ik. Dus, oké. Ik zal nog gewoon naar voren gaan, stop. Je maakt gewoon een plank. Dus je gaat gewoon een plankpositie staan, opspannen. Met je armen gaat je omhoog. Wacht, ik moet omhoog beginnen, anders kan ik dat niet. Dus omhoog, dan gaat je omlaag en omhoog, omlaag en omhoog. En je wisselt de hand die je opduwt. En dat is echt heel zwaar. Maar wel goed om armspieren te krijgen. Oké, dus ik doe dat voor de armen gewoon een paar keer, 8 à 10, hallo Milky, 8 à 10 keer elk of zo. Want ik heb niet veel armkracht en zeker niet 's ochtends op lege maag als ik nog niks heb gegeten. Dan kan ik dat niet goed. En dan doe ik nog 1 oefening voor de buik. En die oefening voor de buik is eigenlijk gewoon, ik doe mijn handen in elkaar, ik hou die hier. En dan ga ik gewoon 1, 2, 3, 4, 5. Zorg dat je buikspieren goed hebt opgespannen. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hier is echt het belangrijkste, dat je buikspieren goed aanspant. Oké, andere kant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Dat doe ik nog 1 keer aan de andere kant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Andere kant. Zorg ook echt goed dat je goed naar opzij gaat en niet naar voor of naar achter gaat. Goed opzij. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ook altijd goed recht komen en niet zo half zo doen. Je moet echt goed terug naar het midden proberen te komen. 12, 13. 14, 15. Hallo! En dat is alles wat ik doe. Zeker op een lege maag. Of ik naar de fitness ga, ga ik nooit zonder dat ik heb gegeten. Dan kan ik niet aan. Nu voel ik mij al slap, dus ik ga nu eten. Maar dit is dus een heel snelle at-home workout, als jullie dat ook willen doen. Ik ga nu eten. En dan ga ik mij douchen, dan ga ik mijn dag beginnen. Maar dat zien jullie in de vlog van morgen. Hopelijk vonden jullie het leuk om zo te zien wat dat ik thuis doe qua oefeningen. Ik gebruik dus niks van gewichten. Als je wilt, kun je een waterfles gebruiken of zo. Stel bij die zijwaartse om het zwaarder te maken, houd je de waterfles hier of hier. Gewoon in je hand en gaat gewoon laag. Deze is nu maar half, maar je kunt best een heel gebruiken. En dan doe je gewoon zo. En met dit in je hand kunt je ook doen. Dan trekt jij ook dit gewicht mee naar boven. Hetzelfde met de bridges. Als je gaat liggen en zo omhoog komt met de poep, kun je de waterfles hier leggen eigenlijk. Dus dat kun je ook doen. Kun je zelf wel wat mee spelen. Maar ik vind dat niet nodig. Zeker als je dit even op lege maag doet, dan gaat je lichaam vet verbranden. Als je gegeten hebt, gaat dat calorieën verbranden van wat je hebt gegeten. Maar als je nog niet gegeten hebt 's ochtends, dan gaat dat echt eerst aan je vet komen. Dus als je vet wilt verliezen, dan raad ik je aan om meer van die Tabata workouts te doen. Die ik in het begin deed, dus met jumping jacks. Je kunt ook springen en op de grond tikken en springen en op de grond tikken. Je kunt ook ik heb nu knieën heffen 1 keer gedaan, maar je kunt ook met je hielen aan je poep gaan. Dat zijn allemaal dingen die je kunt doen. Als je op YouTube of zo opzoekt Tabata workout, vind je ook wel van alles. Maar dat is echt goed om vet te verliezen. Dat is een soort van HIIT workout. Daar hoef je er niet te veel van te doen. Dus je hoeft niet 1 uur op de loopband te staan met dit. Want dit is echt wel vrij intensief. Dus daar raad ik u aan als je meer vet wilt verliezen. En als je vet wilt verliezen en shaping, dan zou ik het doen zoals ik het doe. Als je enkel shaping wilt, want je hebt geen vet meer. Ik heb ook, ik heb zo goed als geen vet natuurlijk. Het enige waar ik echt nog vet heb, vind ik dan, is hier van onder op mijn buik. En ja, dat ziet je zo niet natuurlijk, maar deze 2 dingen. En dat is al belachelijk eigenlijk. Maar dat is gewoon persoonlijk. Ik wil dat gewoon voor vakantie mooi strak hebben. Maar ik wil niet te veel gewicht verliezen. Daarom doe ik ook dus shaping. En op de fitness doe ik wel gewichtstraining. Zodat ik in spiermassa bijkom en geen gewicht verlies. Want dat zou niet goed zijn, want ik weeg al niet veel. Er zijn er trouwens heel veel die vragen hoeveel dat ik weeg. Ik weeg 56 kilo momenteel. Toen ik echt zwaar aan de antidepressiva zat, woog ik 60 kilo. Daarvoor woog ik 49 kilo. Ik heb eigenlijk altijd 49 kilo gewogen. Dus nu zit ik er mooi tussenin. Ik wil graag 58 wegen, maar dan vooral een spiermassa. Dus daar gaan we voor, zodat mijn armen ook een beetje mooier afgelijnd kunnen worden en zo. Dus dat is eigenlijk mijn doel. Oké, genoeg gebabbeld. Ik moet echt eten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Doe zeker thumbs up als jullie het leuk vonden. En als jullie ook deze workout eens proberen, laat het mij weten. Zoals ik zei, op Spotify, Talisa Loup, vind je de Tabata playlist, die ik heel tof vind. Mijn favoriete liedjes daaruit zijn MGMT, het liedje van MGMT, en het liedje Smells Like Teen Spirit van Nirvana. Die 2 vind ik het leukst, omdat die zo oppeppend zijn. Dus ja, kijk maar als jullie dat willen checken. En ik zie jullie morgen!